Hallo, mijn naam is Lianne en ik studeer deeltijd in Deventer aan de PABO. Mijn naam is Mirjam en ik werk op de PABO bij Saxion als studieloopbaanbegeleider, instituutsopleider en begeleider van schoolopleiders op onze opleidingsscholen. Je kunt de PABO starten in een 2-jaar traject of een regulier traject en dat is afhankelijk van je vooropleiding. Wat je leert op de PABO is jezelf te ontwikkelen van wie ben ik als leerkracht, waar wil ik zijn en dat doe je al vrij snel door stage te lopen, want in de derde week ga je al op stage. Je loopt stage op een van onze opleidingsscholen in ons samenwerkingsverband en alle schoolopleiders en mentoren zijn gekwalificeerd om jou te begeleiden tot toekomstig leerkracht. Ik wil heel graag kinderen iets bijbrengen en ze een stapje verder brengen in hun eigen toekomst. Na mijn opleiding als onderwijsassistent wou ik graag mijn kennis verbreden en daarom heb ik gekozen voor de deeltijd-PABO. Ben je nieuwsgierig? Ben je geduldig? En heb je een onderzoekende houding? Dan is misschien het beroep van leerkracht iets voor jou. Je gaat werken aan je pedagogische, vakdidactische en vakinhoudelijke ontwikkeling. Daarnaast ga je professioneel ontwikkelen omdat wij vinden dat dat sociaal-emotionele ook heel belangrijk is naast die cognitieve ontwikkeling van de kinderen. De opleiding is opgebouwd in verschillende thema's. Binnen zo'n thema zijn verschillende vakken aan elkaar gekoppeld, zodat je een duidelijk geheel hebt. De thema's zijn opgedeeld in verschillende blokken. Die duren vaak 1 kwartiel en soms 2 kwartielen. Binnen een thema vallen verschillende vakken. En je begint bijvoorbeeld met veilige leeromgeving. Hoe creëer je een veilig klimaat voor de kinderen in de klas? Het unieke van onze PABO is dat je 2 keer per jaar kunt instromen. En daarnaast ga je al vrij snel die praktijk in om te ontdekken of jij past in het beroep van leerkracht. We hebben heel veel bevlogen vakleerkrachten op onze PABO, ook mensen die uit het werkveld komen en jou kunnen begeleiden tot toekomstig juf of meester. Ik werk op dit moment als onderwijsassistent. Ik werk 3 dagen op een school en daarnaast loop ik daar ook 1 dag stage. Daarnaast ga ik nog 1 dag naar school en dit is mooi met elkaar te combineren omdat ik al echt in het werkveld zit. Als je klaar bent met de PABO kun je werken op een basisschool van groep 1 tot en met 8. Ook op het vernieuwingsonderwijs of speciaal onderwijs. Daarnaast kun je ook werken in de onderbouw van het VMBO. Als jij wilt bijdragen aan ontwikkeling van kinderen en het vuur in ze wil ontsteken, word dan leraar basisonderwijs. Er is heel veel vraag naar leerkrachten en als je nu start met de PABO dan heb je ook een baangarantie. Mocht je echt een hart hebben voor kinderen en ze heel veel willen bijbrengen, dan zou ik zeker kiezen voor de PABO. Bedankt voor het kijken en veel succes met het maken van een goede studiekeuze. Voel je aangesproken en ben je geïnteresseerd in deze studie? Bezoek onze website of een van onze open avonden. Tot ziens!